Mijn naam is Babs Gons. Ik heb het boek The Trumpet van Jackie Kay gekozen. Een Schotse, Nigeriaanse schrijfster. Het is een heel bijzonder boek, want in het boek gaat het over een trompetspeler, een jazz-trompetist. En na zijn dood blijkt dat hij geen hij is, maar een vrouw. En zij heeft dit geschreven, geïnspireerd door een waargebeurd verhaal. Als ik het goed heb, was het een jazzpianist uit de Verenigde Staten die Billy Tipton heette. En pas na zijn dood bleek zij een vrouw te zijn. En de reden was ook omdat er in die tijd vrouwen helemaal niet bekende muzikanten konden zijn. Die wereld was daar vrij gesloten voor. Nou, gebaseerd daarop heeft zij een verhaal geschreven dat zich afspeelt in Schotland. De trompetist gaat dood. En zijn adoptiezoon komt erachter dat het een vrouw was. De pers ruikt het, heel veel circus eromheen. Maar het is een prachtig gegeven en het is ook heel erg mooi geschreven. En sowieso moet je alles van Jackie Kay lezen, want ze schrijft prachtige boeken. Ook over haar adoptie. De Adoption Papers, ook een heel mooi boek. The Trumpet, Jackie Kay. Heel bijzonder boek.